Er handballen dus weer drie meiden uit onze provincie op het hoogste landelijke niveau. In de jaren 80 van de vorige eeuw speelde Diane Woudstra met vlugheid en kracht uit de stad nog in de Eredivisie. Tegenwoordig is zij assistentcoach van ENO en daarmee de vierde Groningse in Emmen. Dit is Lieten Moester, komt uit Winschoten, handelt nu 4 jaar bij ENO en is onze linkerhoek van ENO, onze topper. Hoe is het om bij ENO te spelen? Ja, ik vind het heel erg leuk. Ja, het was voor mij een uitdaging om van Winschoten naar hier in Emmen te gaan. En, ik ben de eerste begonnen in Dames 2 en ik ben eigenlijk opgegroeid naar het eerste. En ik heb het heel erg naar mijn zin. Dit is Sander Hoekstra, onze pitbull. Woont op Papendal door de week en 's weekends in Winschoten. Dit is onze middenbouwer. Ja, ik vind het echt hartstikke leuk. Ik kan hier heel veel leren, heel goed ontwikkelen kan ik mezelf hier. En ik heb afgelopen jaar heel veel kunnen leren en het gaat gewoon eigenlijk hartstikke goed. Ja, en hoeverre ben je de afgelopen jaren beter geworden? Ik heb mezelf wel qua scorend vermogen ook ontwikkeld. Want vorig seizoen scoorde ik per wedstrijd, ik denk 1, 2, ja, soms 3 doelpunten. En het zijn nu gemiddeld 5, 6. Dus dat is wel een heel stuk beter. Dit is Lois Abbing. Ook op Handbal Academie, op Papendal. En is onze linkerbouw en in Nederlands zin. Super talent. En mijn dochter. Ja, doen jullie als Groningse meiden ontwikkelingswerk in Drenthe? Ontwikkelingswerk in Drenthe? Nou, ik zou eigenlijk niet weten. Nee, wij wonen natuurlijk door de week in Arnhem. Dus in Drenthe zijn we eigenlijk niet zo heel veel. Alleen op vrijdag. En daar zit ontwikkelingswerk niet in. Ja, dit zijn natuurlijk drie super meiden. Niet alleen omdat ze Groningse meiden zijn. Ze hebben ontzettende drive, alle drie. Ze zijn alle drie meiden waar je heel makkelijk mee kunt werken als trainercoach. Dus heerlijk. Lois Abbing is het talent van ENO en misschien zelfs wel van Nederland. Abbing maakt sinds kort deel uit van het Nederlands team en dus wordt er in Emmen en omstreken heel veel van haar verwacht. Ja, toch wel, brengt toch wel wat druk met je mee natuurlijk, dat je elke wedstrijd eigenlijk optimaal moet presteren. En ook als je vorige week internationaal hebt gespeeld, dat je dan nu opeens zulke wedstrijden moet spelen, is gewoon omschakelen. En dat is lastig, maar dat moet ik wel gewoon blijven doen. En die druk die voel ik wel af en toe. Groningen of Drenthe? Groningen. Moet ik nog uitleggen waarom? Ja, dat mag. Nee, ja, het is gewoon waar ik vandaan kom. En ik heb natuurlijk een groot deel van mijn leven nu gewoond. En in Drenthe bevalt het me ook goed. Maar Groningen is gewoon mijn eigen stad. Net als Abbing traint ook Sanne Hoekstra door de week in Papendal bij de Nederlandse Handbalacademie. Het opleidingscentrum van de talenten van Nederland. Hoe is het daar om met Lois te zijn? Gezellig. Ja, leuk. Trekken jullie veel samen op? Ja, best wel. Onze kamers zitten naast elkaar. Dus loop vaak even een keer bij elkaar binnen, kopje thee drinken, dat soort dingen. Ja, je kent elkaar toch een stuk beter en je kunt gewoon makkelijk met elkaar praten, elkaar dingen vertellen, dingen over gemeenschappelijke dingen praten en dat soort dingen. Dus dat is gewoon heel leuk. En hoe merk je dat bijvoorbeeld in het veld, dat jullie elkaar goed kennen? Ja, ik kan Lois gewoon blindelings vinden. Ik weet precies waar ze loopt, wat ze gaat doen en ja, het is gewoon heel fijn. Pekinese of pitbull? Pitbull. Ja, waarom? Ja, ik vind gewoon in het veld moet je gewoon fel zijn en gewoon overal voor gaan, op ballen duiken, dat soort dingen. Ja, dat is gewoon wel mijn ding. Lita Moesker is de enige van de drie die niet traint bij de handbalacademie. Maar wellicht zit dat er in de toekomst ook voor haar in. Ja, dat weet ik niet. Dan moet ik zelf wel meer ontwikkelen natuurlijk. Waarin kun je nog beter worden? Mijn aanval. Ja, in de aanval meer lef tonen. Ook wat meer dwingender aanwezig zijn? Ja. Tenminste, als ik jou goed gezien heb, af en toe stond je wel vrij. Ja. Ik dacht van, nou, als je jezelf even laat horen. Ja, klopt. Maar ook dat helpt niet altijd. Ik heb wel een aantal keer lopen schreeuwen. Maar... Links of rechts? Rechts. En waarom? Ik ben rechtshandig, dus ik heb altijd mijn voorkeur naar rechts.